Zo, beste mensen. Fijn dat u weer kijkt naar ons programma van de Zendgroep Kerken. En we staan hier, zoals u ziet, in de gemeente Hardingsveld-Giessendam. En dat heeft te maken met onze gast, waarvan we straks een programma gaan maken. En die meneer heet Jan van Wingerden. En dat is een fantastische man die hele mooie schilderwerken maakt uit de natuur. We gaan hem zo opzoeken, maar hij heeft tegen mij gezegd: Gijs, als het mooi weer is, dan zit ik heel graag buiten. Dus ik denk dat ik hem maar op ga zoeken op zijn eigen plekje, ergens in Hardingsveld op een pier. Gaat u mee? Hardingsveld, Giessendam. Een dorp aan de Merwede. Een prachtige plaats om hier te zijn. En ja, hier aan de overkant is natuurlijk de Brabantse Biesbos. Ook heel mooi. En ik kan me zo voorstellen dat Jan hier graag zit. En nou, ik denk in één keer, als ik zo opzij kijk, zie ik daar iemand zitten. En het lijkt wel ontzettend veel of dat meneer Jan van Wingerden is. Het zou toch niet waar zijn? Daar hebben we het wel heel erg getroffen. Nou, ik zou zeggen, kijkt u maar mee. We gaan hem eens opzoeken. Zo, ik ben heel dichtbij genaderd. Hij heeft me gelukkig nog niet gehoord. Maar ik weet bijna wel zeker dat meneer van Wingerden is. De natuurschilder uit Hardingsveld. Meneer, is uw voornaam toevallig Jan? Goedemiddag, meneer Zonneberg. Nou, jij mag Gijs zeggen. Dag Gijs, goedemiddag. Ja. Hallo. Wat een lekker weertje treffen wij deze middag. Geweldig. Jan, jij zit... Wat zit jij zo te doen? Want wij volgen jou natuurlijk al een hele tijd. Wij willen wel eens weten, waar ben je mee bezig? Ik ben hier neergestreken om die schepping, we hebben toch zo'n mooie schepping, om die weer, ik probeer eerst een schets te maken en dat naderhand uit te gaan werken op doek of op papier. En dat doe ik in mijn atelier thuis. Dus ik maak hier ter plaatse even een schets, een vlugge schets met wat aantekeningetjes over de lucht en over de kleur en de lichtval. En dan ga ik lekker naar huis. En dan ga ik daar de boel uitwerken. Dat is de bedoeling. Geweldig. Ja, Jan, we hebben elkaar natuurlijk al, daar hoeven we geen doekjes om te winden. We hebben elkaar al eerder ontmoet, ook in de Maashof. Ja, en daar ben jij ook heel erg actief. Jazeker. Daar ben ik samen met mijn vrouw beheerder. En over een hele gezellige club met bewoners. Het zijn er bij elkaar 29, met ons erbij 31. Ja. En het is geweldig. Ja, wij gaan daar straks ook nog even naartoe en dan gaan we kijken waar jij ook woont. Maar Jan, het verbaast me zo dat jij behalve je werk nog zoveel hobby's hebt en zo prachtig kunt schilderen. Dit is natuurlijk nog maar even in grote lijnen, zeg maar. Maar straks gaan we echt mooie werken van jou zien, kunstwerken. Je bent het waard om een programma te hebben wat over jou gaat, een special over Jan van Wingerden uit Hardingsveld, Giessendam. Dag beste kijkers, ik wil jullie allemaal van harte uitnodigen om in de Maashof bij mijn kunstwerken te komen kijken. Dan zie je wat het geworden is nadat ik heb zitten schetsen. Dus van harte welkom. Ja Jan, dat was een leuke ontmoeting daar langs de rivier de Merwede. Altijd toch fijn om dat weer mee te mogen maken. Maar ik begreep... De Maashof zie ik staan. Ja, de Maashof, ja. Ik zou zeggen van harte welkom in mijn atelier aan de Maashof. Dankjewel, wij gaan allemaal naar binnen. Jan. Zo zijn we dan inderdaad hier in de Maashof. Het domein van de familie van Wingerden. En Jan, we zijn er maar vanuit gegaan dat iedereen jou kent, maar waar ben je geboren? Ik ben inderdaad geboren hier op Hardingsveld Giessendam. En wel 4 december 63, dus de winter van 63. Goed jaar. Hoe oud was je toen? Hoe oud ben je nu dan bedoel ik, sorry? Ik ben nu 55. Oh, je bent nog een hele jonge man. Uiteraard. Ja. De familie van Wingerden is een echte Hardingsveldse familie, begrijp ik. Wij komen van Hardingsveld Giessendam, ja. Ons voorgeslacht, dat komt vanuit Rotterdam. Ridderkerk bedoel ik, sorry.
En dat is begin vorige eeuw is dat hierheen komen afzakken, richting Haringsveld. Oké, je bent getrouwd, heb ik gehoord. Dat klopt, ik ben getrouwd met een hele lieve vrouw. En dat is Annie Joukje Maasland uit Sliedrecht. Daar ben ik al bijna 35 jaar mee getrouwd. Heel gelukkig. We hebben 3 kinderen ontvangen. Daarnaast hebben we ook 5 kleinkinderen waar ik beren trots op ben. Geweldig. Jan, hoe is dat gekomen? Wanneer ben je nou geïnspireerd om te gaan, voor het eerst in je leven, om te gaan, gaan schilderen? Of heb je dat eigenlijk altijd al met je geboorte meegekregen? Hoe ontwikkelt zich dat bij iemand? Ja, ik ben met het potlood geboren. Dat zeg ik altijd, want toen ik klein was en waar ik ook was, ik liep altijd met een potloodje en met een stukje papier te slepen. En alles wat ik zag, dat wilde ik tekenen. En dat hebben mijn ouders gestimuleerd. Ze zagen op een gegeven moment van, Jan heeft misschien wel zin om wat meer te doen als alleen met potlood. Toen kreeg ik een schitterende schilderskist en een ezel. En daar leef ik me tot op de dag van vandaag mee uit. Jan, ik ben eigenlijk ook een beetje benieuwd. Je bent natuurlijk schilder, maar je moet ook altijd onderwerpen hebben. En ik heb begrepen, jij hebt nogal eens hele belangrijke contacten waar je dan kan schilderen. Vertel eens wat. Ja, dat heeft wel even geduurd, maar een vriend van mij, die is jachtopzichter bij Zijne Majesteit in de Koninklijke Houtvesterij het Loo. En daar loop ik al jaren mee met die man. En dan mag ik de mooiste plekken en de mooiste beesten mag ik dan vastleggen met mijn perceel. Dus ik ben een rijk gezegend mens dat ik dat van zo dichtbij mee mag maken. Het zal misschien moeilijk zijn hoor, maar schat is ongeveer. Hoeveel mooie kunstwerken heb jij gemaakt? Het komt er niet op een aantal precies, maar dat wij enig idee hebben eigenlijk. Is dat moeilijk? Poeh. Ik heb ze eerlijk gezegd nooit geteld, maar ik denk 2,5, 300, 400. Daar zal het ongeveer wel om draaien. 400, denk ik. Ik heb ook begrepen dat jij met je kunstwerken digitaal zeg maar op pad gaat. In die zin van, je bent een soort spreker met prachtige plaatjes en dan ga je naar middagen of avonden voor ouderen of andere belangstellenden vertellen over het prachtige wat je gezien hebt in de natuur. Dat doe je ook heel graag, denk ik. Je bent presentator, zal ik maar zeggen. Heb je daar nog leuke dingen meegemaakt misschien? Ja, zeker had ik er op uit. En je maakt natuurlijk allerlei leuke dingen mee. Mensen vragen je de oren van het hoofd. Een van de vaste vragen die altijd gesteld worden: hoe lang doe je erover? En daar kan ik geen antwoord op geven. Ik begin en als het klaar is, dan is het klaar. Dus dat is altijd een standaard vraag die komt. Jan, maak je ook opdrachten in, zeg maar, op verzoek? Of zeg je van, nou, ik begin daar niet aan. Ik kan alleen maar schilderen als ik zelf de eigen inspiratie ontvang. Ik heb in het verleden best wel in opdracht gewerkt, ja. Alleen, ja, er komen wel eens dingetjes voorbij die je zegt van, ja, waar moet ik daar nu mee? Een keer voor iemand een luxe jacht geschilderd. En ja, dat heeft niet mijn hart. Dus ik heb er eigenlijk een punt achter gezet. Ik zeg, ik schilder alleen nog maar dingetjes waar ik zelf achter sta. En dat is dus zijn, dan heb ik het over God, zijn prachtige schepping. Geweldig, onuitputtelijk. Ik begrijp dat je ook enorm, zeg maar, bezig bent schilderen vanuit je bezieling. Vanuit de gedachte dat God deze schepping zo wonderlijk mooi gemaakt heeft. We zitten hier al, zeg maar, op de achtergrond een van de schitterende roofvogels. En dat is niet voor niks. Jij bent helemaal geïnspireerd door alles wat God geschapen heeft. En nou, als ik jou nou wil vragen en ik wil jou een muziekstuk aanbieden, wat zou jij dan ontzettend graag hebben dat we nu gaan spelen? Dus op jouw verzoek gaan we dat dan inwilligen. Nou, dat is Psalm 99. God de Heer regeert, beeft gij volken eert, eert zijn hoog bestel die bij Israël tussen Gerubs woont en zijn hoogheid toont. Loof den Heer der Heren, het is God die wij eren. Dankjewel Jan, je hebt uit je hart gesproken en dat vinden wij heel fijn. We gaan met veel genoegen luisteren naar die mooie Psalm 99 en vervolgens de
kunstwerken bekijken. Nou, van harte welkom in mijn atelier. Hier is het dus waar mijn schilderijen ontstaan. De opgedane impressies die ik buiten heb gedaan. Dan heb ik het over, maakt niet uit, de rivier, de bossen op de Veluwe, de herten, de zwijnen, de vossen. Maar ook stillevens of portretten. Ik vind het allemaal geweldig om te doen. Dus hartelijk welkom in mijn atelier en geniet, net als ik, van het moois wat dat om ons heen te zien valt. En ik probeer dat natuurlijk vast te leggen voor u. Nou, dit is dus een zelfportret. En sommige mensen zeggen, je kijkt een beetje boos, maar ik kijk hier bedachtzaam. Want ik sta een beetje op een kruispunt van, wil ik verder gaan met mijn impressies uit de natuur? Of ga ik verder met stillevens of met portretten? Ik sta eigenlijk een beetje, hink ik op twee gedachten. En dat probeer ik hier eigenlijk ook uit te beelden. Vandaar dat ik er een beetje moeite mee heb om echt heel vrolijk naar mezelf te kijken. Ik heb hier een reebok geschilderd. Een reebok in bastgewei. Heel veel mensen, als ze dit beest zien, dan zeggen ze, ik heb een hert gezien. Dat is niet helemaal correct. Het is een reebok. Het is wel een hertachtige. Maar dit is het mannetje van het ree. En ik zal laten zien wat dat het verschil is tussen reewild en edelherten. Dit is dus een reebok. Dit is het gewei van een reebok. En dat is dus een heel verschil met het gewei van een edelhert. Dat zal ik er nu even bij pakken. Dan hebben we het hier over. Dus dat is nogal een heel verschil. En edelherten, die zijn imposant. Maar reewild, dat is zo mooi, zo sierlijk.
Dat vind ik persoonlijk het mooiste wild wat dat er is. Maar smaken verschillen uiteraard. Edelhertenbrons is en blijft imposant. Dit is dus een edelhert met zijn pontificale, mooie, grote gewei. Aan edelherten kun je ook zien, sterke herten, die hebben een breed uitgelegd gewei, zoals dat deze is. En dit prachtige beest, dat heb ik dus enkele jaren kunnen volgen. En dat was geweldig om dat te mogen meemaken. Kijk, als je goed kijkt, dan zie je dus dat de vorm van het gewei hier iets anders is als bij dat schilderij wat dat u net zag. Maar dat komt, ieder jaar werpen ze hun gewei af, glad op de kop. Dan groeit er een nieuw gewei in de bast. En dan krijg je dus weer een iets andere vorm. Je kunt het hoofdmodel kun je zeg maar zien dat dat dus om hetzelfde hert draait. Ja, dus dit hert en dat hert is hetzelfde beest. Alleen er zitten enkele jaren tussen. Maar topkwaliteit is het beest. Ja, dit hert, dat is dus weer hetzelfde als die u net zag. Dat is hetzelfde hert. En die schilder ik dus in allerlei houdingen, in allerlei situaties schilder ik die uit. En daarom is het heel belangrijk dat ik dus veel in het veld ben om die dieren te bestuderen over hun anatomie. Want je moet precies weten wat voor houding dat je op het doek of op het papier toevertrouwt. Als die bijvoorbeeld begint te burrelen in de bronstijd, de bronstroep van de herten, dan gooit hij zijn kop omhoog, dan gaan zijn oren naar achter. En dan is dat de houding waarmee ik dat hert uit kan schilderen. Staan de oren recht? Dat klopt het niet. Ja, ik heb hier mijn eerste boek. Dat is Belevenissen voor de voet. Dat is uitgegeven in, ik geloof, 2003 of zo. Dat is dus helaas uitverkocht. Dat is alleen nog maar via het antiquariaat te koop. Er staan dus allerlei leuke plaatjes in. Mijn dochter, mijn ouders zeggen hier misschien een gauwigheid, hier heb ik wat herten, paarden, een jagende roofvogel, een vos. Ja, dit is dus het boek, in mijn tweede boek, Wild in olieverf en aquarel. Dat is niet te koop in de boekhandel, dat heb ik in eigen beheer uitgegeven. En dat heb ik gedaan ten bate van een aantal goede doelen. Dus ik heb wat schilderijen verzameld en die heb ik gebundeld. En die zijn nu in dit boekvorm te verkrijgen. En dat gaat eigenlijk om, ik ben begonnen om iemand te ondersteunen die regelmatig naar Ghana gaat om zijn diensten daar te verlenen op medisch gebied. Dat is een dokter die opereert daar pro deo en neemt zijn eigen spulletjes mee. En ik vond dat echt letterlijk de barmhartige Samaritaan. En ik heb dit boek in de markt gezet om hem een financiële bijdrage te geven. En dat is dus gelukkig goed uitgepakt. Mensen, kijk om je heen hoe prachtig dat die schepping is. En dan komt het in je hart op. Loof den Heere, alle gij volken.
Nou, dit is dus het hinken op twee gedachten. Dit is een schilderij. Dat heb ik eigenlijk gemaakt naar aanleiding van de erfenis die ik van mijn vader heb gekregen. Dat zijn dus boeken die hij dus had staan. Hij had een hele mooie boekenkast vol met prachtige boeken. En ik sloeg ze open. En ik dacht, dit is wat voor een mooi stilleven. Maar dat is natuurlijk een totaal andere orde van grootte als een natuurschilderij. Dat begrijp je wel. Het is een totaal andere compositie. Dit schilderij staat nu nog in de grondverf, dus ik moet hem nog verrijken. Dus er komt nog een laag overheen voordat hij helemaal klaar is. Maar dit is dus de grondlaag waar dat ik mee begin. Ja, en dan zit ik s'avonds zo in mijn stoel. En dan zit je wel eens zo je leven te overdenken. Van ja, we hebben hier natuurlijk, we kunnen hier niet blijven in dit overigens hele mooie schepping. En onze mooie levens, verhoudingen enzovoorts. Wij moeten een keertje hieruit. En dan gaan we naar de nieuwe hemel, waarop gerechtigheid heerst. En daar mag je wel naar uitzien, want alles hier is betrekkelijk. Alles is onvolkomen. Als je hier bijvoorbeeld naar die vos kijkt. Ja, die pakt weer een ander dier. En dat zal straks over zijn. Want de wolf en het lam, die zullen met elkaar tezamen weiden. Het zal goed zijn. Ze zullen elkaar niet meer in de haren vliegen. Ze zullen elkaar niet meer doden. En dat is het mooiste om eruit te zien. En dat ik dus ook met mijn schilderijen hoop ik dat ik wat uit mag stralen van Gods goedheid en Gods schepping. En wij moeten ook onze verantwoording daarin nemen. Want wij kunnen niet zomaar klakkeloos om blijven gaan met deze schepping. Want dat heeft God ons gelaten en wij moeten daar rekenschap van afleggen. Onze rentmeesterschap. En dat is iets wat dat bij mij wel eens op mijn hart drukt. Van, ga ik er goed mee om? Ik probeer de gaven die ik gekregen heb van de grote kunstenaar te gebruiken tot zijn eer. En wie ben ik dan om in mezelf te eindigen? Nee, dat kan niet. Neem mijn leven, laat het Heer toegewijd zijn aan uw eer.
Ja, Jan, we zijn bijna aan het eind gekomen van deze special. Wat was een verschrikkelijk fijne middag om samen met jou zo'n programma te maken. En ik wil je dan ook buitengewoon bedanken voor ja, wat je ons eigenlijk hebt meegedeeld. We hebben ervan kunnen genieten, van jouw gaven. En je hebt ook gezegd, en dat sprak ons eigenlijk ook allemaal aan, dat de Heer jou die gave hebt gegeven. Ik zou zeggen, ga in zijn kracht voort. En ik hoop dat je nog lang en heel fijn tot zegen mag zijn van heel veel mensen. Vriend, ik dank je heel hartelijk. Gijs, broeder, eensgelijks, ik vond het ook aangenaam. Maar altijd, dankzij de Heer. Daar gaat het om. Gode de eer, niet de mens. Dank je wel. Zullen we dan met deze prachtige muziek van dankzij de Heer dit programma gaan besluiten. Dank u wel voor het kijken.